afgelopen maand zat het even tegen voor de familie Bouws. Want mijn zoon Bouws Junior, die jullie natuurlijk allemaal wel kennen, had een blessure. Hij was gewoon een maand geblesseerd. Dat is echt enorm shit. En daardoor hebben we dus een maand lang niet kunnen spelen. En de wedstrijden hiervoor zijn dus allemaal gesimuleerd. Maar gelukkig hebben we het redelijk gedaan. In de competitie hebben we gewonnen van PSV, Twente gewoon, Eagles ook. Maar ja, dat kan je verwachten. Maar in de Champions League ook tegen Borussia Dortmund gewonnen. AZ helaas wel verloren. En tegen United hebben we ook verloren. Maar voor de rest gaat het nog prima. We kunnen nog door in de Champions League. We staan nog steeds eerste van de Eredivisie. Dus dat is ook mooi. En in deze aflevering gaan we dus weer spelen. Maar ik hoop dat ik voor de wedstrijd tegen United alweer een basisplek kan krijgen. Want ik sta nu wissel omdat ik terugkom als zeg maar geblesseerde speler. Sta ik nu wissel. Maar ik hoop dat ik een basisplek kan krijgen voor mijn zoon Bouws Junior tegen Manchester United. Maar daar gaan we natuurlijk achter komen. Maar voordat we gaan spelen en natuurlijk voordat we gaan beginnen, doe even dat duimpje omhoog. 2000 likes. Doe je mij een groot plezier mee. En abonneer natuurlijk. Doe je mij ook een groot plezier mee. En blijf je op de hoogte van mijn video's. Maar even wat comments van de vorige aflevering. Hier was Sander Roos. Die zei dit. Petitie. Joran doet een XXL aflevering bij aflevering 30. Bouws Army. Dat vind ik een goed idee. Natuurlijk zijn we daar voorlopig nog niet. Maar nou, als het eenmaal zover is, vind ik het inderdaad een goed idee. Dus dan moet ik het niet vergeten. Ik hoop dat ik het niet ga vergeten dan. En hier nog een reactie van Tijmen. Die zei dit. Tips, je moet minder bij fysiek en pasen upgraden. En meer bij dribbelen, schieten en snelheid. Want dan krijg je betere algemene beoordeling. Je kunt je skill points allemaal opnieuw gebruiken. Like zodat Joran het ziet. Bouws Army. Tijmen, bedankt voor de tip. En ik wist inderdaad dat je het opnieuw kon gebruiken. Maar dat gaan we dan vandaag een keertje doen. Ik ga al mijn skill points opnieuw gebruiken. Eens kijken of ik dan hoger kan worden dan 82. Want ik ben nu volgens mij 82 algemene beoordeling. Dan ga ik even kijken of ik dan omhoog kan gaan. Dus ik ga alles inzetten op dribbelen, schieten en snelheid. Wat jullie zeggen, hè? Dus ik ga jullie advies volgen. Dus driehoekje. Ja, en dan kunnen we nu alles opnieuw inzetten. Ik heb 69 skill points. Dribbelen, schieten en snelheid. Oké, dat zijn de eerste die ik ga upgraden helemaal. Oké, dan gaan we hier gewoon alles inzetten. Alles gaan we inzetten. Oh, dan ben ik zo benieuwd wat voor de algemene beoordeling ik zo meteen heb. Dan hebben we trouwens volgens mij ook 5 sterren skill moves. Dat is ook wel ziek. Ja, dat is zeker ziek. Ja, schieten moeten we sowieso upgraden. En weak foot 5 sterren is ook sowieso iets wat ik wil hebben. Ja, stop. Dan hebben we dit ook allemaal geupgrade. En ik heb nog steeds 35 upgrade points. Nu heb ik er nog steeds 24. Die gaan we allemaal inzetten op snelheid. En kan ik dit allemaal upgraden? Dat denk ik wel. Dan hebben we nog steeds wat over. Dus dat is wel nice. De rest ga ik inzetten op fysiek. Ja, dan doen we deze. Dan hebben we nog steeds 5 over. Springen, agressie, reactievermogen, kracht. Ja, deze wil ik upgraden. En agressie, springen, ga ik deze ook upgraden. Dan hebben we nog eentje over. We hebben nog eentje over. Dan kunnen we reactievermogen of reactie. Oh, dat is allebei hetzelfde. Nou, dan doen we deze wel. Oké, zijn we nu in de algemene beoordeling omhoog? Ja! Ja. Jullie hadden gelijk. We zijn nu 83 algemene beoordeling. Dan heb ik 87 schieten. Oh nee, 88 schieten, 87 snelheid en 83 pasen. Ik heb alleen fysiek niet heel hoog. En pasen is ook echt heel erg slecht. Maar oké, we zijn inderdaad een algemene rating omhoog. Als jullie meer tips hebben voor mij wat ik moet upgraden zodat ik een rating omhoog kan gaan, laat het even weten in de reacties. En ik ga ook even kijken hoeveel ik waard ben trouwens, want daar ben ik ook wel benieuwd naar, want we zijn nu natuurlijk weer rating omhoog, we zijn nu 71 miljoen waard, of nou ja, mijn zoon Bouws Junior is 71 miljoen waard, bro, dat is insane. Maar laten we de wedstrijd tegen Cambuur maar gaan spelen. Ik kom erin in de 77ste minuut en we staan nog gewoon gelijk. Oké, maar als ik score, winnen we. En dan heb ik hopelijk de volgende wedstrijd een basisplaats. Ja hoor, daar komen we dan. Conversiepercentage, voltooi ik 3 pasen. Ik doe wel wedstrijdbeoordeling als verhoogd doel. Dan hoop ik dat dat gaat lukken. Nou, en als ik een goal score, dan gaat het sowieso wel lukken. Maar tegen Cambuur mogen we echt niet gelijk spelen. Dat zou echt heel erg zonde zijn. Ik zou hier even pasen. Kijk, dat is dus een nadeel. Ik ben nu niet heel goed in pasen. Daar ben ik dus echt heel slecht in. Ik moet gewoon de bal krijgen en gewoon eigenlijk meteen op goal gaan schieten. Dat is mijn taak. Hier, dankjewel. En wegdraaien. Oh, dat dribbelen is wel heel erg nice. Het schot. En waarom schoot hij niet? Bro, ik schoot. Wat?
Hoezo? Of kon die net niet uithalen? Oké, nou, dat was bijna de 1-0, maar net niet. Want hier hebben we helemaal niks aan. Oké, hier gaan we. Ja, pasen. Goed zo. En dan hier afkappen. En ik heb redelijk hoog dribbelen. En nu maar schieten. Dat was echt een ziek slecht schot. Zijn de knopjes veranderd of zo? Ik weet niet. Dit slaat er helemaal nergens op. Nou, nog een keer. En oké, ik denk dat ik alternatief speel. En dit... Hoe kan dat? Ik speel nooit alternatief. Wat is dit? Besturing aanpassen? Stel, dan moet hij toch op alternatief staan. Vaak kan je dat ook weer doen. Of is dat bij... Ik moet even kijken. Ja, het staat inderdaad op alternatief. Het moet gewoon op klassiek staan. Jongen, wat is dit nou weer? Staat hij nu inderdaad goed? Ja, hij staat nu op klassiek. Bro, ik dacht al, wat is dat? Net had ik ook al een gigakant. En die is ook al verprutst daardoor. Anders had ik sowieso al gescoord. 100%. En nee. Oké, misschien dat dit wat gaan worden. Hier, paas mij. Ja, dankjewel. En dit gaat niet echt goed. We kunnen hier nog alsnog de bal krijgen. En dan het schot hier. Oh, bijna. Oké, dit gaat al iets beter. Nou, dan hoop ik dat we nog wel kunnen scoren. Dan omdat die stomme controle verkeerd stond, dan kunnen we dit misschien nog gewoon gelijk spelen. Oké, dit kan misschien de laatste kans worden. Een goed steekpaasje en dan nu uithalen. Nee, weer de keeper. Man, hoe dan? Oké, dan nu lag het niet aan de controles. Nee, hier kan je dan. Dit was gewoon een beetje slecht. Oké, de kopbal dan. En nee, weer niet. Oei. Ik denk dat we geen aanval meer kunnen krijgen. Of heel misschien nog eentje als we de bal meteen kunnen veroveren. Oké, nog eentje dan. Nog eentje. De allerlaatste aanval dan. En dan is hij de bal meteen kwijt. Oh nee, dan gaat dit hem ook niet meer worden. Oh shit. We spelen gewoon gelijk tegen Cambuur. Dit is niet een hele goede voorbode voor de volgende wedstrijd. Want daarmee moeten we tegen United spelen. Oh, dit is echt heel zuur. En als ik nou mijn controles vanaf het begin af aan goed had gehad, had ik sowieso 1 keer gescoord. Maar hey, ik heb gelukkig nog wel 2 opdrachten voltooid van de 3. Dus dat scheelt dan weer. Dus dan zijn we in ieder geval iets dichter bij een basisplek. Ik hoop dat we ook nog kunnen trainen voor die tijd. Want trainen zorgt er ook voor dat je zeg maar iets meer in de baas staat. En inderdaad, we kunnen nog even trainen. Dus dat is lekker. Alleen ik denk dat het niet genoeg is om de wedstrijd te beginnen tegen United. En dat is heel erg balen. Want als ik zelf meedoe, ja, dan is de kans op goals veel groter. Maar misschien omdat ik nu iets meer richting baas sta, dat ik wel kans heb om wat meer minuten te maken. Dat hoop ik in ieder geval. En ik hoop ook niet dat we heel dik achterstaan als ik eenmaal erin kom. Maar ja, ik sta dus niet in de baas. Dat is 1 ding wat zeker is. Dit is wel weer balen. Maar we proberen het. We gaan het gewoon proberen en eens kijken wat er terecht van gaat komen. Hoeveelste minuut komen we erin? We komen er in de 62ste minuut in. We staan 1-0 achter. Cristiano Ronaldo heeft 1 keer gescoord. Dus dan valt het nog enigszins mee. Dan zou het nog kunnen lukken. Gelijkspel is eigenlijk het minimale wat we moeten halen. Want United staat eerste en wij staan tweede. Als United nu deze wint, dan moeten we van Dortmund winnen. Want anders kunnen we er al uit liggen. Maar we zien het wel. Hopelijk gaan we in ieder geval nog een punt pakken. Dat zou heel veel schelen al. Verhoogd doel doe ik gewoon weer een 7,5 halen. Dan moet ik nu alleen wel eventjes zorgen dat ik ga scoren. Ja, dankjewel. Ik ga maar eens schieten van afstand. Voor. Dat was nog een best goed schot. De Gea had hem niet verwacht. Die zat stond even aan de grond genageld. Dit was wel een prachtige goal geweest hoor, als deze had gezeten. Trouwens, hij was recht op de Gea af. Die had hij eigenlijk bijna misschien wel klem kunnen hebben. Oké, de corner. Ik sta redelijk vrij. Oh, no. Hoe kon die er niet in gaan? Oké, dit was wel ook weer een mega kans hoor. Dit scheelde helemaal niks. Check dat, die ging net voorlangs. Oh, jammer. Oh, we moeten 1 keertje scoren. Dan kom ik weer terug in de basis. Dan hebben we ook weer een punt in de Champions League. En een goal te pakken in de Champions League. Het is gewoon voor alles goed. Nou, dit kan misschien wat worden. En oké, we hebben de bal weer. Het schot. En dat is hem. Nice. Oh, dit is wel echt heel erg lekker. Ik druk gewoon wat knopjes in. En ik zie wel welke celebration die doet. Hij skipt hem. Oké, er zat heel veel geluk bij hoe ik die bal 2 keer mee kreeg. Maar wel goed binnengeschoten. En bam. In het hoekje. De topscorer van de Champions League doet het weer. Mijn zoon Bouw Junior. Ja, misschien weten jullie het al. Maar die is namelijk topscorer in de Champions League. En nu verstevigt hij zijn positie natuurlijk. Dus dat is mooi. Oké, mooi. We hebben in ieder geval een gelijkspel. Maar we willen natuurlijk winnen. Dus we blijven gewoon druk zetten. En misschien dat nu al gaat lukken. We hebben hier de slijding ontweken. De bal doorgegeven. Dus dat is ook mooi. Hier Paasma. Dankjewel. En dan het geplaatste schot. Oeh, dat scheelt helemaal niks. Ondertussen staat Dortmund trouwens 3-0 voor tegen Lokomotiv Moskou. Dus dat betekent, als ik dit ga verliezen, dat Dortmund ons inhaalt. Trouwens, volgens mij met een gelijkspel ook. Dus dat is wel een beetje balen. Maar dan zorgen we er in ieder geval voor dat we gelijk staan qua punten met United. Dus in dat op zich is het nog steeds belangrijk. En als we winnen, dan staan wij eerste. Dus als we op de een of andere manier nog 1 keer weten te scoren. Hier, paas maar. Dan kan het lukken. Oké, weer even doorpasen.
En hij paast weer door. En dat was mooi weggedraaid. Nu het schot. En dat is hem. Let's go. Wat? Hoe komt dit nou weer? Ik heb geen idee hoe deze erin ging. Maar volgens mij via een tegenstander of zo. Via een been van de tegenstander. Mijn Bouwse Junior. Wat weer een terugkomen. Of wat een comeback van zijn blessure. Zo moet ik het zeggen. Niet een terugkom. Dat kan niet. Maar oh, wat heerlijk weggedraaid. En dan zie je toch dat dribbelen toch vrij belangrijk is hoe hij dat deed. En het ging inderdaad via een speler van United volgens mij. Ja, via zijn arm gewoon. Wat een mazzel, want anders had de keeper hem sowieso gehad. Oké, het staat 2-1 en dan kunnen we dit gewoon winnen. En dan zijn we gewoon eerste van de pool, hè. Maar dan moet United niet gaan scoren. Oh, dat scheelde helemaal niks. Kijk, dat is dan wel weer het spannende. Als we in één keer scoren nu, dan staat het ook alweer gelijk. En dan hebben we helemaal niks meer gaan in onze voorsprong. Wat natuurlijk logisch is, maar het mag gewoon niet gebeuren. Ja, hier, doe maar diep. Dankjewel. En ik moet trouwens nog als opdracht buiten de 16 scoren. Dus dat ga ik nu proberen. Hier geplaatst schot. En dat scheelde niet zo heel veel. Goed schot. Maar ja, De Gea is ook een goede keeper. Dus die kan een goed schot natuurlijk ook wel eruit tikken. Oké, dit wordt de laatste kans van de wedstrijd. Nog een laatst geplaatst schot. En dat is weer een corner. Maar de extra tijd zit erop. Dus we gaan sowieso geen goal tegenkrijgen. En dan hebben we dit gewonnen. Misschien dat we nog een hat-trick kunnen maken. Nee, dat niet. Die bal die wordt verdedigd. En als ze nu dus de bal naar voren schieten, dan is het einde wedstrijd. Maar dan hebben we wel gewoon de 3 punten in de pocket. United hebben we nu achter ons gelaten. De vorige wedstrijd hadden we dus verloren. Maar ja, die moest ik dus simuleren. Dus dan ja, kan dat natuurlijk gebeuren. Maar dit is wel heel nice. Gewoon als wissel 2 keer scoren. We hebben natuurlijk wel wat extra tijd. Want als je als wissel erin komt, gaan de minuten slomer dan als je aan het begin start. Maar dan alsnog, dan is het nog steeds nice. Een 10 als cijfer. Ja, Dortmund heeft uiteindelijk 4-0 gewonnen. Dus die staan nu dan 2e. En dan staat United, staat 3e. Dus dan is het nog best wel spannend. Ik sta nog steeds als wissel, maar ik kom wel weer in mijn basisbuurt. Dus dat is mooi. Mijn basisplek moet ik dus gewoon weer even terug veroveren. Nu moeten we tegen Groningen, dus hopelijk gaat het ook goed komen. En we staan trouwens nog eerste. Dat betekent dat Feyenoord de vorige wedstrijd ook heeft verloren of gelijk gespeeld. Dan denk ik verloren, want we stonden 1 punt voor en nu staan we 2 punten voor. Dus Feyenoord heeft verloren terwijl ik punten heb laten liggen. Dus dat is wel mooi. Oh nee, Feyenoord heeft ook gelijk gespeeld. Dan was het puntenverschil al wel 2, maar ze hebben ook gelijk gespeeld. Dus dat betekent dat we niet naar achteren zijn gegaan. Maar ik ga eens kijken hoe het er nu voor staat in de Champions League. Daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe staat het ervoor? Even competitie kiezen. Niet Europa League, Champions League. Wij staan nu momenteel inderdaad eerste met 9 punten. Oh, Dortmund staat 2e en United 3e. Maar die hebben allebei 7 punten. Dus het is nog heel erg spannend. Tegen Dortmund moeten we winnen. En als ik van Dortmund de volgende wedstrijd win, ben ik door in de Champions League. Dus dat is wel nice. Even kijken. Barcelona staat ook eerste met Chelsea. Dan heb je City, Juventus, Lyon en Atletico Madrid. En oh, wat? Bayern München laatste? Oké, dat zou wel bizar zijn. Als Club Brugge, Napoli en Benfica boven Bayern München aan het eind gaan eindigen. Had je nog andere Nederlandse clubs die meededen? Nee, dat niet. Nou, oké, prima. Maar we kunnen even kijken in Europa League. Hoe doen daar de Nederlandse clubs het doen? PSV staat eerste. Oké, dat is wel leuk. En hebben we PEC Zwolle. Bro, hoe kan PEC Zwolle hier in Europa League zitten? Maar die staan 4e en die gaan niet heel lekker. Die hebben 1 keer gelijk gespeeld, dus die gaan eruit. Maar PSV gaat dus ook door. Dat is wel leuk om te zien. Maar laten we nu maar even gaan trainen. En misschien dat ik dan in de baas sta tegen FC Groningen. Denk het nog net niet. Maar we komen wel echt al in de buurt. Ja, nog net niet. Jullie zien daar boven, linksboven heb je zo'n streepje. Als die voorbij dat komende streepje is, dan sta je in de basis. Maar ik denk na de volgende wedstrijd dat dat wel het geval is. We komen erin terwijl dat we 1-0 voor staan. Dus dat is mooi. En in de 55ste minuut. Dus we komen er wel steeds eerder in. Dus dat is wel een goed teken. Oké, ik heb trouwens ondertussen al een vroeg doel gekozen. Maar dat is een 7 als cijfer. Ik denk dat dat wel moet lukken. Geslaagde voorzetten, dat is ook een opdracht. En een assist geven. Ik sta toch spit. Of sta ik nu op een andere positie? Of sta ik nu linksbuiten of zo? Ik heb geen idee, want dat is toch een rare opdracht. Ik denk dat ik nu linksbuiten sta. Want ik loop ook helemaal niet in de spits. Kijk, als je L1 indrukt, dan loop je op de positie waar je moet lopen, zeg maar, als speler. En dat is geen spits, dus ik sta helemaal niet in de spits. Wat is dit? Jongen, ik ben een topscorer
in de Eredivisie. Nou, misschien Eredivisie ondertussen niet meer, omdat ik een maand geblesseerd was. Maar ik doe het wel heel goed. Ik score hartstikke veel en dan word ik links buiten gezet. En dan als opdracht heb ik een assist maken en voorzetten geven. Dat zijn niet de dingen voor een spits. Weet je wat? Ik ga nu aan de zijkant rennen. Dan geef ik één keer een voorzet. En als die aankomt, dan heb ik die opdracht gehaald. De rest van de wedstrijd ga ik namelijk geen voorzetten meer geven. En die ging heel slecht. Oké, dus mijn voorzetpercentage is nu 0%. Oh man, die voorzet, joh, deze was wel echt heel erg zaad. Nou, daar gaan we dan voor de herkansing. Even de tijd nemen voor een goede voorzet. Die was al beter en kwam die dan wel aan? Het was een goede voorzet, maar hij kwam niet aan. Oké, dat is jammer. Oké, maar nu hier, ik zelf het schot. Ah, dat was in ieder geval een schot. Weet je wat, ik laat die hele voorzetten zitten. Ik ga gewoon lekker zelf proberen te scoren. Oh, zou die die bal kunnen aannemen? En dan is het echt een wereldgoal als die zat. In één keer uit de lucht. Dat was echt zo'n Van Persie goal. Alleen dan met schieten. Want Van Persie die kopte hem natuurlijk één keer uit de lucht. Dat was bij het WK van 2012 volgens mij. Of EK of van 2014. Dat zou ook kunnen. Ik weet niet meer precies. Het is in ieder geval al een tijdje geleden. Maar dat was wel een wereldgoal. Ja, ja, dat was het zeker. Oké, maar we staan nog steeds 1-0 voor. Het is echt een doodzaaie wedstrijd. En ook omdat ik niet in de spits sta. Ik wil in de spits staan. Want dan is het een leukere wedstrijd. Ja, hier. Geef maar voor, jongen. En dat is een goede voorzet. Oh, dat was de kans op goal. Het was buitenspel. Oké. Nou, dan maakt het niet uit dat ik hem heb gemist. Dat was wel een lijpe voorzet. Dat was echt net buitenspel dan. Dat was inderdaad niet heel ver buitenspel. Maar het was inderdaad buitenspel. Kijk, die andere speler stond op één lijn. Maar de bal die lag er net weer achter. Dat is dan wel weer jammer. Maar ik denk dat we niet meer gaan scoren in deze wedstrijd. Maar hey, we winnen wel. Dus voor Ajax is dit gewoon helemaal prima. Ja, het is zeker prima voor Ajax. En dan gaan we misschien nu nog één laatste aanval kunnen krijgen. Niet als ik op deze manier ga pasen. Oké, de wedstrijd is voorbij. Maar we hebben gewonnen, dus dat is het belangrijkste. Ik ga trouwens even kijken hoe ik er nu voor sta qua topscorer. In de Eredivisie en in de Champions League. Want nu heb ik echt vet lang niet meer gescoord in de Eredivisie. En daardoor sta ik misschien niet meer eerst als topscorer van de Eredivisie. Maar in de Champions League had ik zoveel gescoord dat ik daar nog denk ik wel eerste sta. Maar dat gaan we zo meteen even zien. En ik denk nog één keer trainen en dan staan we weer in de basis. Want we zijn er nu weer echt bijna. Oh, dit is echt jammer dat een tijdje geblesseerd waren. Ik zal eerst even nog een keer trainen en even kijken of we in de basis komen. Oké, ik heb getraind en we staan nu inderdaad in de basis. Blijf ik dat staan? Ja, oké, nice. Oké, dus de volgende wedstrijd is weer in de basis. Dus dat is erg mooi. Maar we gaan eens kijken. Spelenstatistieken. Hoe sta ik er nu voor? We staan inderdaad niet meer eerste qua topscorers. Pavlidis heeft mij ingehaald met 9 goals. Maar ik heb 8 goals. Dus het zou nog zo kunnen dat over een paar wedstrijden dat ik gewoon weer eerste sta. Maar ik heb ook 3 wedstrijden minder gespeeld dan de rest. Dus in dat opzicht is het helemaal niet zo heel slecht. Assisten, daar sta ik niet tussen. Nee, ik heb niet echt assisten gegeven. Maar de Champions League, daar wil ik nu eventjes naar gaan kijken. De Champions League, dit zijn dit is de Conference League. Dit is de Europa League. Dit is de Champions League. Ja, daar sta ik nog steeds dik eerste. 14 goals in 6 wedstrijden. Dat slaat helemaal nergens op. Dat is echt bizar. Ja, we gaan gewoon doorstrijden en eens kijken wat we ervan kunnen maken. Maar in de volgende aflevering krijgen jullie de volgende wedstrijden te zien die ik ga spelen. En dan staan we gewoon weer lekker in de basis tegen Willem II. Tegen Moskou moeten we trouwens ook uit. Als ik die volgens mij win, dan ben ik ook al door in de Champions League. Dus dat is ook erg mooi. En nog tegen Heracles. Oké, dus niet de al te moeilijke wedstrijden. Maar dat krijgen jullie dus te zien in de volgende aflevering. Maar dat was dit voor deze aflevering. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door. Want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het eind van deze video. Maar hey, dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken. En dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren. En blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor Bouws uit mijn kleding, check natuurlijk Bouws.nl. Hartstikke mooie kleding!